Frans Klein, voorheen een belangrijke figuur bij de publieke omroep, heeft de sprong naar Talpa gemaakt, wat voor enige controverse heeft gezorgd vanwege het schandaal rondom De Wereld Draait Door, waarbij zowel Frans als zijn goede vriend Matthijs van Nieuwkerk op non-actief zijn gezet. Er wordt gespeculeerd dat Matthijs ook binnenkort de overstap zal maken naar Talpa, aangezien hij naar verluid genoeg heeft van het wachten. Villa Media-journalist Nick Kievits gelooft dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de transfer van Matthijs wordt aangekondigd, terwijl gerenommeerde mediajournalist Maarten Hafkamp bevestigt dat dit inderdaad de volgende stap zou kunnen zijn. Beide heren hebben een sterke vriendschap, en als Matthijs niet zo enthousiast is over SBS6, kan Frans hem waarschijnlijk overtuigen om de overstap te maken. Een zorg voor Matthijs zou ongetwijfeld zijn hoe het publiek zal reageren op deze verandering. Hoewel het verleidelijk is om je zakken te vullen, is het riskant als zijn carrière na een paar jaar tot stilstand komt vanwege de mogelijke negatieve reacties van het publiek. Rob Goossens, tv-kenner van RTL Boulevard, sluit de mogelijkheid van Matthijs' overstap niet uit. Hij vermoedt dat Talpa hoopt dat ze met Frans Klein een aantrekkelijke troef hebben om Matthijs binnen te halen. Frans, tijd als NPO-directeur, stond bekend om zijn goede banden met verschillende tv-persoonlijkheden, wat ongetwijfeld voor wat ongemak zal zorgen bij andere omroepdirecteuren binnen de NPO. De sterren van Shownieuws hebben zich ook afgevraagd of Matthijs daadwerkelijk de overstap zal maken. Er wordt gespeculeerd of hij bereid is om de stap naar Talpa te zetten nu Frans daar actief is. Vooralsnog heeft Talpa echter aangegeven dat dit niet aan de orde is, maar dit kan natuurlijk veranderen. Johan Derksen heeft zijn advies al gegeven en stelt voor dat Talpa Matthijs zo snel mogelijk vastlegt. Hij is van mening dat Matthijs niets verkeerds heeft gedaan en dat het hele incident wordt overdreven door de woke-gemeenschap.